Ik ben culinair avonturier, culinair piraat, beeldend kunstenaar, ontdekkingsreiziger. Ik ben ook constant op zoek naar nieuwe uitdagingen, constant op zoek naar nieuwe dingen. Waar mensen al bijvoorbeeld denken, oh mijn god, nee, alsjeblieft zeg. Mensen zien dan heel veel problemen, terwijl ik zie alleen maar uitdagingen. Ik probeer zeg maar mijn leven zodanig in te delen dat ik voornamelijk met projecten en met acties bezig ben waarin eten of beeldende kunst centraal staat. We doen ook performances, openingen van festivals à la de parade. Ik wil eigenlijk dat als mensen bij mij gaan eten, dat alle zintuigen of zoveel mogelijk zintuigen op scherp staan. En als ik daar in die flow zit, dan kan ik er ook een spektakel van maken en de mensen vermaken. Ik kom uit Portugal en ik ben opgegroeid ten zuiden van Lissabon. Dus in een klein dorpje, dat heet Palmela. Ontzettend mooie plek om te zijn en om op te groeien. En ik ben op mijn 13e naar Nederland verhuisd. Koken heb ik eigenlijk nooit geleerd. Mijn moeder heeft vroeger een restaurant gehad in Portugal. En ik was altijd in de keuken, dus ik kook op basis van herinneringen. Van geuren, van herinneringen aan mijn oma en ook mijn moeder. Toen ik al heel klein was, moest ik leren vis fileren en gewoon iets maken van heel weinig, zeg maar. Met wat er voor de handen is om daar een geweldige maaltijd van te maken. Ik vind dat, dan ook dat je echt een goede kok bent. Nou. Ik zat te koken voor de culturele elite van het land in de Stad Schouwburg in Amsterdam. En 's avonds kom ik in mijn hotel en ik doe de televisie aan en ik zie echt bizarre beelden uit New Orleans. Ik kon ook niet slapen, ik zat de hele nacht naar CNN te kijken en ik ken daar heel veel mensen. En toen heb ik gebeld van, hey, kan ik iets doen? En 18 uur later zat ik in het vliegtuig. We zijn in New Orleans ingevlogen om de eerste gaarkeukens op te bouwen midden in de binnenstad. Om dus voor de slachtoffers te zorgen, maar ook voor de hulpverleners in de stad. En we hebben daar 3 weken gezeten. Okay. Wij staan op evenementen met tenten. Die richten we in als restaurant. Dus waarom zouden we niet onze eigen tent ontwerpen en gaan bouwen? Dus we hebben een ontwerp gemaakt. Van een tent, geïnspireerd op een kerk uit New Orleans, die ik ook daar gezien heb, na de orkaan. Het heet ook Katrina. Als ik naar die kerk kijk op een veld, dan denk ik echt aan hoe die kerk is in New Orleans erbij stonden toen. En dan denk ik ook aan de enorme partij arbeid wat wij verzet hebben daar, met z'n allen. Mijn ateliers die zitten in het Stroomhuis in Eindhoven, hartje binnenstad. Het is een gebouw, het is echt een van de belangrijkere en ongesubsidieerde kunst- en cultuurruimtes in Eindhoven. We krijgen geen subsidie, sterker nog, wij weigeren alle vormen van subsidie. Omdat wij willen daar niet afhankelijk zijn en we hebben het niet nodig. We hebben onze chocoladeatelier en dan gaan we met chocola spelen, beeldjes maken. Ik heb een soort fetish, lijkt wel, voor voornamelijk katholiek geloof, iconen. Dus Jezus en Maria's, heiligen. Beeldende kunst is heel belangrijk in mijn leven. En een van de mooiste dingen in de beeldende kunst zijn toch de kerkelijke stukken. Ik ben geen gelovige, maar ik denk wel dat als wij geen geloof zouden hebben, dat er veel meer ellende zou zijn in de wereld. Omdat iedere geloof aan zich vanuit de goedheid van de mens is ontstaan. Ik vind het heel mooi hoe mensen zich kunnen wenden tot een god. Ik vind de processies in Spanje, die enorme katholieke processies met de heiligen, dat hebben we bij ons in het dorp in Portugal ook. Dat vind ik ontzettend mooi. Het is echt diep verankerd in mijn opvoeding. Het is een beetje lastig als atheïst om daaraan mee te doen, maar als observator mag je dat echt heel mooi vinden. Ik zou het fijn vinden als meer mensen betere en leukere keuzes zouden willen maken, zeg maar. En daarmee probeer ik met mijn werk gewoon mensen te inspireren om
om inderdaad een paar dagen per jaar of meer klaar te staan voor iemand anders. Er is niet echt een filosofie, maar ik bedoel, we zitten nu in een tijd waarin mensen uit elkaar gedreven worden en dat mensen afstand nemen tot andere groepen mensen, terwijl dat totaal geen oplossing biedt. En ik denk dat het alleen maar een oplossing biedt als je juist naar elkaar toe kruipt. En zeker in deze tijden. Een soort verbroedering. Ik geloof wel dat dat tafelen echt verbroedert, zeg maar. Dat eten echt een ding is die je samen doet. Zeker met grote feesten en diners die wij organiseren. Is het gewoon heel belangrijk dat mensen beseffen van, hey, mensen moeten wel goed voor elkaar zorgen. Eet smakelijk! Prachtige kerel.